gezelligheid geen gebrek op het lange voorraad in Den Haag. Op het Prinsjesfestival kan de belangrijkste bijzaak van Prinsjesdag niet ontbreken, de hoedjes. Is de keuze hierop gevallen? Nou, ik twijfel nog even. Ik vind deze leuk en die met die blaadjes omhoog. Dus dat, ik vind ze allebei leuk. Misschien koop ik ze wel allebei. Die past zo wel helemaal in Prinsjesdag, hè? Ja, ja, dat, ik doe er ook mijn best voor. Ik vind dat enig. De voorbereidingen voor Prinsjesdag zijn nog in volle gang. De laatste dranghekken worden langs de route gezet. En er wordt gerepeteerd met de paarden. Prinsjesdag is natuurlijk een jaarlijks evenement, maar ook het oefenen met de paarden keert elk jaar terug. Want elke keer weer moeten ze wennen aan prikkels. Een paard heeft een heel klein geheugen. Als je een week of zes met een paard dat soort dingen niet doet, zijn ze het verleerd. En nu voor Prinsjesdag doen we het extra vaak, zodat ze helemaal gewend zijn aan de prikkels. Is het de eerste keer dat u dit ziet? Nee, het is niet de eerste keer dat wij dit zien. We zijn vorig jaar hier ook al geweest om deze tijd en hebben het ook al gezien. Maar het blijft leuk. Het blijft heel leuk. Het is echt geweldig om dit eens een keer mee te maken. Ik heb het nog nooit meegemaakt. En ik loop hier zo. En ik denk, nou, het is geweldig. Genieten van de koninklijke sfeer van Den Haag kan ook tijdens de Prinsjeswandeling. Een gids neemt je mee langs het Binnenhof, het Lange Voorhout en Paleis Lange Voorhout. Heeft u er ook wat van opgestoken? Jawel, jawel. Ja, je leert er altijd weer wat van. Je kent de gebouwen natuurlijk wel, maar ik vind het toch leuk om eventjes zo extra dingen te horen. Ik interesseer me heel veel voor oude dingen en historie. En daardoor zag ik dit op de website van Prinsjesdag en ik denk, ja, meteen aanmelden. Gewoon doen. Komende dinsdag is het echt Prinsjesdag.